Sachi, Medusa head on me like I'm... Max, de allerlaatste video met dit grote bolletje haar. Mijn mama heeft gezegd dat je naar de kapper moet. Normaal zou ik daar echt geen fok om geven. Hij zegt tegen mijn mama van... nee. Maar toen zei ze dat ik echt... lelijk was met dit haar. Toen dacht ik echt van, wow, dat is fucked up. Dus ik ga naar de kapper. Ja. Oké. Om even duidelijkheid te scheppen over de video van een paar video's geleden. Mijn idee is, als deze video 20.000 likes haalt, maak ik meer dan 20.000. Dan spreek ik echt af met Esmeralda. En dan gaan wij gewoon een fucking pedo op. We hebben die 20.000 likes helemaal geknald. Ik bedoel, we hebben er bijna 30.000. En op de video van eergisteren hebben we nog altijd geen 30.000 likes. Als ik daar 30.000 likes op haal, dan laat ik een pekvis tatoeëren op mijn linker bilsplit. The fuck? Nice. Like die ook even. Vandaag is de grote pekvis video. Maar eerst dit. Ik ben keihard gecatfished door Esmeralda. De Esmeralda waarover ik de vorige keer ook had. Een meisje van Twitter met die porno shit en die paydates. Dat was de dikste catfish ooit. Jullie kennen haar waarschijnlijk wel nog. Ze is nog altijd bezig. Stuur pb als je wilt afspreken. Nadat ik deze video had gemaakt heb ik dus een bericht gekregen van iemand. De echte Esmeralda. Gewoon meisje uit Nederland die 2000 volgers heeft op Instagram. Stel je voor, je bent zo gewoon normaal. En is hij op Twitter daar iemand jou gebruikt om weet ik veel... oude mannen te scammen en ze dan te neuken. Dit dus, de echte Esmeralda. Het probleem is dus dat ik niet kan afspreken maar om een pedo neer te steken. Ik weet niet hoe ik dat ga oplossen, ik verzin wel nog iets. Deze Esmeralda is gewoon een hele normale tiener die leuke shuffle video's maakt op Instagram en ja. Ik kan niet shuffelen, maar ik doe het toch. Met een gebroken enkel. Oké. Terug naar de video. Welkom. Meisje, zeker een duimpje omhoog. Dag. Dan gaan we 10 minuten lang naar pekvissen kijken. Jullie hebben er zo fucking veel gestuurd naar mij dat het dan niet meer normaal is. Gewoon. Jullie blijven maar vissen sturen met grote piemels. Ik zie kanker staan rechts en staat links ook gewoon een fucking hakenkruis. En daarboven staat er dan gemaakt door Adolf Hitler, Karel en Anktel. Mooie piemels. Geen piemel heeft zelf een piemel op zijn piemel. En ik weet niet wat dat is, maar waarschijnlijk is het ook een piemel. The fuck. Deze vind ik dan wel heel vet. Deze is van Kiana van der Veke. Een normale boze pekvis. Deze wil je niet tegenkomen in de zee. Snap je? Deze bijt jouw piemel er gewoon af. Zie je die details op die piemel? Zie je die aders? Fucked up! Gewoon wel een mooie vis. Gewoon nice. Gewoon. Ik weet niet wat dit is. Waarschijnlijk aids of zo. Of een of andere tropische ziekte. Waardoor hij schimmelvlekjes heeft op zijn. Nee, niet goed. Niet goed. De pekvis is mijn uitsterven bedreigd. Snap je? Er zijn geen vrouwelijke pekvissen meer. Dus ze kunnen niet. Ze kunnen zich niet voortplanten. Snap je jullie? Dus het is belangrijk dat jullie pekvissen tekenen. Vanaf dat iemand die pekvis uitvecht, is de pekvis dood. Dus zorg dat hij nooit weg kan. Teken hem een alcoholstift op je fucking muur. Dit zijn details. Snap je? Die pekvis is groot. Zijn piemel is gewoon groter. Die piemel is langer dan de pekvis zelf. Dus als hij zo aan het zwemmen is, dan zwabbert die piemel daar zo ergens onder. Het is een goede vis. Deze pekvis heeft hetzelfde probleem met zijn piemel. Dit ding zwabbert daar ergens onder als hij aan het zwemmen is. Maar die piemel gaat ook zo van... dat is niet goed. Elk jaar deel ik deze prijs uit aan iemand. En de persoon die de mooiste pekvis heeft gekregen, krijgt dan zo'n mooi standbeeldje. Dan kan je deze op je kamer zetten. En als je chickie dan op je kamer komt en ze ziet dat ding staan, dan zeggen ze gewoon, hey, man is 4 keer groter. Dit is de kroon die je altijd wil dragen. Fuck verjaardagskroon als je jarig bent. Dit is beter. Dit is de pekviskroon. Ook al ziet die pekvis er echt agressief uit. En heeft hij een super kleine piemel, maar dat mag gewoon. Size doesn't matter. Dit is volgens mij gewoon echt een vis die je op een penis lijkt. Het is zeker en vast geen pekvis. Maak mezelf een beetje bang. Want dat is niet erg. We kunnen deze pekvis altijd gewoon een piemel geven. Gewoon zo van 1 balzak. En dan nog eentje. En dan. En dan dit. En dan hier nog een beetje aders op tekenen of zo. Nog een beetje haar om het echt af te maken. Zo. Dan heb je gewoon je eigen fucking pekvis. Het is de pekvis van de dag. Gemaakt door Acid. Gang, gang. Dit was geen dab. Echt geen dab. 100.000% zeker dat dit geen dab was. Deze heeft de perfecte piemel, de perfecte vis. Thanks, Elix, voor deze vis. Deze is echt cute, snap je? Deze zou ik in mijn huis willen. Met zo'n leuk piemeltje, zo eronder. Zo. Onrechtstreeks ben ik wel de vader van alle pekvissen. Ik weet ook niet hoe dat komt. En volgens mij heb ik ook nooit seks gehad met een vis, maar... kan allemaal. Misschien ben ik ooit in een laboratorium misbruikt of zo door gekke wetenschappers. Super vies. Dit is gewoon heel mijn jeugd geruineerd. Nemo heeft gewoon 1 vieze piemel. En hij is aan het klaarkomen op Dory. Stel je voor dat ze de Nemo films opnieuw maken, maar dan gewoon dat je de piemel van de vissen ook ziet. Gewoon Nemo en het grote verhaal van de pekvis. En heel de film zie je gewoon Nemo zijn lul eronder hangen. Sorry, echt. Ik wil dit niet meer. Ik wil weg. Alsjeblieft. Dit is dus precies wat ik bedoel met een pekvis tekenen die ze nooit meer wegkrijgen. Gewoon op het toilet in je school. Elke keer als er iemand wil scheiden of zo of naar het toilet wil gaan, zien ze die vis daar staan op het toilet en dan denken ze aan mij en dan denken ze van, hey, nu heb ik geen zin meer om naar het toilet te gaan. Dus... ik weet niet of dit bloemsuiker is of coke of speed. Het is al fucked up. Het is
het ultieme leven van de junkie. En ik ga de naam van deze guy er ook niet bij zeggen. Want dit is wel fucked up. Je ziet ook daar zo'n grote blauwe snuifbuis bij liggen. Je zou nu kunnen zeggen, hey, dit is fake. Het is waarschijnlijk gewoon bloemsuiker. Dan zie ik die fles 43 daar staan. En zie ik zo'n rare marginale pilotenbril. En dan zo'n snuifbuisje en een kaart om... Maakt me wel een beetje bang. Dit is next level shit. Hier had ik nog nooit aan gedacht. Dit is echt heftig. Dit is echt fucked up. Dit kunnen jullie echt niet doen. Dit is... Besef, als je dat doet, snuif je wel gewoon een pekvis op. Ik weet niet welke reactie er dan ontstaat in je lichaam of zo. Waarschijnlijk groeit er dan een vis aan je piemel. Ja, veel plezier met dit ding op te snuiven. Ik bedoel, nice. Wat doen jullie toch allemaal? Dit was niet mijn bedoeling. Ik wou niet dat mensen pekvissen gingen tekenen in drugs. Maar het is wel nice. Ik bedoel, ik kan ermee lachen. Haha. Deze pekvis heb ik echt al 1000 keer gekregen van deze guy. Sorry dat ik het moet zeggen, maar ik vind deze echt fucking lelijk. Deze pekvis is even scare als het optreden van Armoas Rijt. Maar echt even scare. Exact hetzelfde. Hij had dus getweet hoe geeft Armoas Rijt een optreden. Maar hij heeft de video al verwijderd. Ik wou die nu tonen in mijn video, maar hij heeft die gewoon al verwijderd. Het was zo bagger dat hij hem heeft verwijderd. Kutzooi. Fuck. Daar gaat het hele idee van mijn video. What the fuck. Ik ga verder met pekvis. Deze is wel mooi. Ik weet niet waarom er ook een piemel aan zijn hoofd hangt. Maar deze is wel leuk. Zijn balzak zit ook gewoon in zijn lichaam. Als je voelt dat je teelballen in je buik zitten, dan is er iets verkeerd. Snap je dan? Het is niet goed. Duur deze pekvis even naar de dokter en zegt van, yo, what the fuck? Zit een balzak in zijn buik? Kan niet goed zijn. Hey. En er groeit ook haar tot hier. Yo, deze pekvis heeft echt één enge ziekte. Maar dat kan allemaal, snap je? Gewoon naar de dokter gaan. Deze pekvis heeft AIDS. Hij is duidelijk. Ik weet niet waaronder staat. Maar ja, niet goed. Ik weet niet of dit in de auto is van je ouders of ergens anders. Deze pekvis van Liam Stassen maakt mij gewoon bang. Hij heeft niet alleen een piemel, maar hij heeft ook een eenhoorn en fucking voeten. Deze wil je niet tegenkomen in je kamer s'nachts. Ik weet niet wat ik zou doen als dit ineens op de grond staat. Zo daar ergens. Zo van, yo, midden in de nacht staat het ineens naast je bed. Je voelt zoiets tegen je gezicht poken. Beest! Pekvis is altijd iets leuk geweest, maar dit is helemaal niet leuk. Hij heeft een ketting of zo met dat 50 euro briefjes hier. Hij heeft twee, weet ik veel, draden rond zijn piemel of zo. Dit is niet goed. Pekvis moet iets leuks zijn, een schattig visje. Hij heeft een eigen zelfmoordterrorist of zo. Deze pekvis heeft gewoon een piemel die naar de andere kant gegroeid is. Ik weet niet hoe dit kan, of wat de persoon die dit getekend heeft dacht toen hij het aan het tekenen was. Maar dit is raar. Als dat bij jou zo is, als jouw piemel omgekeerd, dan ga naar de dokter. Zo snel mogelijk, dat... Dat is niet goed. Dat is echt niet goed. Dit is een echte vis met een piebel. Dit is een echte pekvis. Over echte pekvissen gesproken. Ik heb nog één van mijn twee echte pekvissen over. De vis die nog leeft is Pierre. Dus ik ga jullie even meenemen naar Pierre en tonen hoe het gaat met hem. Ik weet niet waarom deze lamp zo laag hangt, maar... Dat is niet goed. Dat is niet de bedoeling. What the fuck? Nog altijd fucking kreupel. Het is vreselijk. Maar het gaat al een beetje beter. Ik ga vragen of ik gewoon uit het gips mag, want dit stoort me echt. Ik kan mijn voet niet wassen. Beetje hoe vies dat is. Oké, zijn jullie klaar voor de pekvis? Daar is hij! Pierre! Hoe gaat het met jou? Wil je nog een beetje eten? Wil je nog een beetje eten, Pierre? Ja, Pierre! Wil je eten? Je krijgt nog een beetje eten van mij, hoor. Lekker vissen eten, Pierre. Ik weet het ook. Het is geweldig. Marcel heeft al twee keer geprobeerd om die vissen op te eten, maar ik heb hem elke keer gered. Daarom leeft hij nog. Zijn vriendje is wel doodgegaan door Marcel. Maar... Kan gebeuren, snap je? Mijn kat had gewoon honger. Mijn kat dacht gewoon op dat moment zo van, doe me niks! Ik heb gewoon een beetje honger. Dit is een pekvis gemaakt van knuffels. Dit is echt gewoon origineel. Dit is gewoon nice. Laura van Laren, dit is echt hard. Maar als jij dat hebt opgeruimd en al die knuffels weer hebt weggedaan, heb je die pekvis gewoon weer vermoord. Dat kan je echt niet maken. Weet je dat er een levenslange straf staat op een pekvis vermoorden? Als jullie een pekvis steken in de klas en jullie leerkracht doet die weg, dan mag je die leerkracht eigenlijk gewoon neersteken. Dat mag gewoon. Er is niks verkeerd mee. Dus dames en heren, we gaan nog één kijken. Dit is een Pokémon kaart van de pekvis. Deze is super zeldzaam. Maar hij heeft al een piemel. Ah nee, hij is gewoon nice, denk ik. Is dit ook volledig geruineerd? Is dit ook je childhood naar de klote? Waarschijnlijk wel. Ik vind Pokémon ook eigenlijk niet meer cool. Ik bedoel, what the fuck is dit? Dit is niet eens Pokémon. Dit is gewoon... Dit is een pekvis. Deze pekvis is dan wel gewoon weer super cute. Hij komt ook keihard klaar in deze foto. Dus dat is toppie. Dames en heren, dit was deel 1 van de pekvis. Doe zeker een duimpje omhoog. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Oké, even een korte onderbreking. En ik doe dit niet omdat ik wil dat mijn video 10 minuten is, zodat ik er iets meer geld mee verdien. Oké. Ik ga binnenkort merch verkopen. Maar tot die tijd verkoop ik nu op Depop. Dat is een app op je telefoon. Het werkt niet op PC. Nu doe ik het wel op je... Download die app even op je telefoon. Dan ga naar mijn pagina. Dan verkoop ik kleren dat ik in mijn kast heb hangen en dat ik niet meer aandoe. En de helft is eigenlijk al verkocht omdat jullie nu te laat zijn. Maar er staan nog altijd heel veel dingen op. Zoals dit t-shirt van Primitive met de Chiquita Banana logo. Maar eigenlijk is het gewoon een vrouw met een hele dikke kont die erop staat. Hele leuke dingen. Zeker eens checken. En het zijn allemaal voor leuke prijsjes. Dus kijk en koop deze leuke dingen. Hey, yo, cool. Nice.
geweldig. Ik vond de packfest van Speed of Coke gewoon wel hard. Ik vond hem wel hard. Oké, dat kan allemaal. Ik zou zeggen, smash zeker een duimpje omhoog als jullie meer van deze video's willen. Ik wens het, tot de volgende keer. En dit is de prijs van de coolste packfest. Ik wens het, bye. Klik op deze video als jij nog iets wil zien van mij. En bekijk zeker alle advertenties uit, want ik heb geld nodig. Dus bye, 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 bye.